voorbereiden op deze toespraak vroeg ik mijzelf af, welke boodschap wil je nou nog meegeven? Of misschien beter gezegd, wat wil je nou dat de mensen zich herinneren aan deze ochtend en deze middag? Dear Salomo, 24 jaar. Erich Salomo, 58 jaar. Maggie Schuler, 54 jaar. Max Johan Godschalk, 70 jaar. Doris Grauman, 70 jaar. Leopold Goedherts, 72 jaar. Irma Wilmersdorfer, 44 jaar. 39. Betje Cohen, 56 jaar. Esther Cohen, 58 jaar. 62 jaar. Fanny Hartenson, Emiel Mendelssohn, 73 jaar. Dan verzoek ik nu de burgemeester en de opperrabijn om de plaquetten te willen onthullen. God ter ziele van alle levenden. Wij zijn nu in deze plechtige bijeenkomst bijeen. Gedenk toch de zielen van de 28 slachtoffers die we hier herdenken. En van allen die in de rampzalige jaren 40-45 de dood gevonden hebben door de hand van de gewelddadige onderdrukker. De reden dat we een zerk onthullen en plaatsen is om te bidden, te weten waar we onze gebeden moeten uitspreken voor de zielenrust van de overledenen. Maar aan de andere kant, toch ook op een geweldig moedige wijze hebben zij, de twee zusters, dit aardse bestaan verlaten. Hun zielen hoeven niet bijeen te komen en begrijpen nu wat er gebeurd is. We zullen nu een Yizkor uitspreken voor elk van hen. Een Yizkor is een herdenkingsgebed waarin we de Allerhoogste vragen om hun ziel te steunen. En hiermee is dan deze korte plechtigheid beëindigd. Ja, een bloemetje dat vergaat. Een steentje blijft, maar als er een steentje ligt en mensen lopen er langs, ziet men ook dat de overledene niet vergeten is. Dat de mensen waren die ze om hen... Thank you.
Zelf heb ik gedacht aan mijn opa, die tijdens de oorlog in de sigarettenfabriek de Turmak in Zevenaar werkte. En aan de verhalen die hij mij na de oorlog vertelde over de directeur van die fabriek, Kouwe Gersdorf. Gersdorf hield in het geheim gevluchte medewerkers en krijgsgevangenen aan onderduikadressen en levensmiddelen en adviseerde het verzet in zijn omgeving. En toen hij op het station sloffen sigaretten uitdeelde aan Nederlandse en geallieerde krijgsgevangenen die per trein naar Duitsland werden vervoerd, werd hem dat fataal. Op 9 september 1944 werd hij gearresteerd en nog diezelfde dag met een nekschot van het leven beroofd. Dames en heren, hartelijk welkom. Hartelijk welkom namens het comité 4 mei van de Oranjevereniging Doorwerth in Verderdorp. Iedereen die stil is, heeft zo zijn eigen verhaal. Over familie en vrienden die hun leven hebben geofferd, die zijn vermoord, die hebben geleden. Uw aanwezigheid hier vanavond, bij deze dodenherdenking, getuigt van een levend verleden. De doden en de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog zijn niet vergeten. Een belangrijke opdracht voor ons als ouderen is het om de jongere generaties ervan te doordringen dat herdenken een groot goed is en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wie kan het zich voorstellen, schoten om je oren, de hele dag die enge geluiden horen. Schuilen en zwijgen, je kon niet eens zachtjes hijgen. Vrienden en familie dicht bij elkaar, al die jaren een groot gevaar. Het eten ging op, wanneer riep er iemand stop? Stoere soldaten vol met moed, hielpen ons, onthoud dat goed. Ze vochten en streden, de anderen schuilen binnen denkend over het heden. Dankzij hun zijn wij vrij, iedereen, ik en jij. Dank u wel en wees blij.
Ik verzoek de heer Berry van Brakel de tap toe te spelen. En die zal worden gevolgd door 2 minuten stilte. Na die 2 minuten stilte zal het Wilhelmus gespeeld worden. Maken wij keuzes, groot of klein. En die keuzes maken wij zonder nadenken in vrijheid. Wij mogen keuzes maken. Wij mogen zelf bepalen hoe we ons leven leiden. Welke studie we willen volgen, op wie we stemmen. Wij mogen een mening hebben en deze geven. Wanneer wij de doden en het onrecht uit de jaren 40-45 herdenken, voelen we ons tegelijkertijd dankbaar aan hen die voor ons vochten en hun leven lieten om onze vrijheid terug te geven. Zo dadelijk vertrekken wij van hier in de stille tocht. Onderweg naar het monument komen wij langs het Joodse gedenkteken. Daar staan we even stil. De burgemeester legt namens de Wageningse gemeenschap een steentje op het monument. Een steentje is ook het symbool als versteende tranen voor de gestorvenen.
eerste zijn Saskia en Iris van de Johan Vrieshofschool. En zij dragen hun gedicht In Vrijheid Kiezen voor. In vrijheid kiezen. Vrijheid heeft iedereen nodig. Het is voor niemand overbodig. Je mening geven is van belang. Soms word je bedreigd, dan word je bang. Dan kun je niet meer voor je familie zorgen. Of nog erger, er komt geen morgen. Dagen, weken, maanden gaan voorbij. Misschien kom je nooit meer vrij. Maar toch hoop je op die ene dag, de dag dat je weer naar buiten mag. Thank you. You've come again here in Wageningen. I met you already this morning, this afternoon, on the festivities. And thank you for bringing the fire. And I put it on in a couple of seconds. Thank you very much. Thank you. Please accept the flame of freedom. Long live freedom! Great to see you here again, still going strong. Okay, we hope, of course, you'll be here next year in 2020. That's a jubilee. God willing, I'll be here. I bet you will. Thank you. Thank you.
Thank you very much, all for one choir.